Hallo. Ik wou jullie een verhaaltje vertellen over hoe dat bomen groeien. Bomen hebben drie essentiële bronnen nodig om deftig te kunnen groeien. Het eerste is voeding vanuit de bodem, het tweede is water en het derde is licht vanuit fotosynthese. Nu, in een dichtgegroeid bos kan dat wel eens een probleem zijn, of kan het licht toch wel eens een probleem zijn. Maar er staan natuurlijk veel hoge bomen die het licht voor die jonge twijgjes nog tegenhouden. Nu, eigenlijk is dat er een soort van voor gedaan, want doordat die jonge twijgjes geen licht genoeg krijgen, gaan die zich eigenlijk extra concentreren op de groei vanuit hun wortels. Dus ze gaan echt stevige wortels creëren, omdat ze toch tijd hebben om hun energie daarop te focussen. Dus ze creëren stevige wortels tot een van die hoge bomen oud is en omvalt, waardoor dat ze de twijgjes wel plek hebben om naar het licht te kunnen groeien. Dan gaan ze zien dat die ineens hup in snel tempo richting het licht groeien. Als die daarvoor toch al proberen richting het licht te groeien, dan gaan die zich in kronkels moeten buigen en dan groeien die dus letterlijk krom. Zo is dat eigenlijk bij het opvoeden van kinderen ook. Wij als ouders zorgen ervoor dat wij het licht een beetje tegenhouden. En het licht in deze geval is dan volwassen dingen waar dat kinderen helemaal nog niet klaar voor zijn. Pas eens kinderen groot genoeg zijn, staan wij ze toe om met al die dingen in aanraking te komen. En in hun tussentijd hebben zij tijd om goed in worteltjes te zitten en om te ontdekken wie ze zijn, om zorgeloos kind te zijn. Ik vertel deze verhaaltje omdat ik even het belang wil benadrukken van ons ouderschap. Wij houden voor hen het licht tegen, de moeilijkheden tegen. Maar om dat deftig te kunnen doen, moeten wij zelf ook zien dat wij genoeg gevoed zijn. En daarom is het zo belangrijk om aan persoonlijke ontwikkeling te doen. En als je nog eens twijfelt over het boeken van een massage of om mee te gaan op een retreat, denk daar dan eens aan. Als jij zelf goed gevuld bent, genoeg licht hebt ontvangen, dan is het makkelijker om het door te geven en kunnen jouw kinderen op een zorgeloze manier opgroeien.